levensgevaarlijk. Verschillende keren meegemaakt dat het dus nippie-nippie was. Het is wachten op ongelukken. Dat stellen buschauffeurs en bezoekers van het ziekenhuis. Het probleem volgens deze mensen de locatie van de bushalte. Voetgangers op het zebrapad worden hier vaak verrast door automobilisten die de bus inhalen. Er zijn al verschillende mensen die dus flink op hun rem moesten staan omdat er iemand achter de bus vandaan kwam en het zebrapad overstak. Het gaat een keer fout. Ik heb het wel altijd een keer meegemaakt. Ik denk, waarom ga je er voorbij? Geen woord Spaans in Beverwijk. Verkeersdeskundige Max van Kelegom kwam op verzoek van NH Nieuws een kijkje nemen. Hij snapt de zorgen goed. En als hier een bus staat, dan staan ze in feite voor de bus en zien dus niet wat er achter de bus gebeurt. En kunnen daardoor ook geen zicht hebben op wat daarachter gebeurt. En voelen zich daardoor onzeker, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Een oplossing is volgens Van Kelegom vrij eenvoudig. Een bushalte naar voren en dan doen we precies wat de ontwerpregeltjes zeggen. En dat is ook voor de mensen, zowel de overstekende voetgangers als voor de automobilisten, een duidelijke situatie dan. De gemeente moet gaan luisteren naar de experts die we in de samenleving hebben. Dat zijn de mensen die gebruik maken van de oversteekplaats, maar ook zeker van de buschauffeurs die daar dagelijks hun stop houden en hun doorgang hebben. Het raadslid wil snel actie en gaat een motie indienen. En liever gisteren dan vandaag? Nee. Liever eergisteren. De gemeente Beverwijk laat weten dat er na de verplaatsing van deze halte vorig jaar geen klachten zijn binnengekomen. In 2021 wordt bij een renovatie van het riool ook gekeken naar een inrichting om de situatie te verbeteren.